Nieuwe presentatie Koninklijk Vervoer op Paleis Het Loo. En het kinderparadefestijn viel zondag in het water. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. De stallen van Paleis Het Loo hebben een vernieuwde indeling gekregen. Lange tijd hebben de stallen een vaste uitstraling gehad met veel koetsen en paardentuig. Daar is nu verandering in gekomen. Paleis en de tuinen en de tentoonstellingen van het Loo krijgen altijd maar de aandacht. En nooit het mooie paardenpaleis wat hier aan het begin staat en waar iedereen binnenkomt. Het entreegebouw, de bezoekers komen daar binnen en meteen zien ze daar de stallen. En daar stond eigenlijk alles prachtig opgesteld uit 1984 al. Ja, en op een gegeven moment zeiden we dat is zo verouderd. Natuurlijk krijgt het nooit de nadruk, maar dat is niet terecht. Het moet ook aandacht krijgen, dus we hebben flink gereorganiseerd. De stallen hebben nu een overzicht tentoonstelling gekregen over de koninklijk vervoer door de jaren heen. En dat is niet zomaar gedaan. Het koninklijk vervoer bestaat dit jaar ook 200 jaar, net zoals het Koninkrijk der Nederlanden. En ja, een koning moet zich verplaatsen, te land, de zee, in de lucht. En de laatste jaren natuurlijk in de lucht, dat was 200 jaar geleden niet, maar dat moet op een speciale manier. Het moet veilig, het moet met decorum, het moet met Prinsjesdag duidelijk zijn. Daar gaat de koning, want hij rijdt in een gouden rijtuig, de gouden koets. Dus er is een hele dienst aan verbonden. Koetsen, die hebben paarden, dus vandaar ook stallen en dergelijke. En ja, er zijn ook auto's waarbij je meteen moet kunnen zien, daar rijdt de koning, AA, in een mooie wagen, liefst donkerblauw, zo decent mogelijk. Ja, dat is best een heel departement in Den Haag, waar hier dus een soort van filiaal van is. De trotse aanwinst is deze Cadillac uit 1937. Per toeval staat deze bijzondere open sedan nu in de stallen van Paleis Het Loo. Ja, we hebben onlangs een aankoop gedaan. Dat is de Cadillac van koningin Wilhelmina die ze hier op het Loo gebruikte. Dus een jaar na haar abdicatie in 1948, dus in 1949, kocht ze deze tweedehands Cadillac, tweedehands, voor een koningin. Het was de naoorlogse tijd van wederopbouw. Dit werd als passend gezien om niet de duurste en de grootste te nemen. Ja, en als je hier ziet achter me, wat een enorm ding dat is. Het is geweldig. Heeft ze jaren in gereden, dus als ze ergens moest zijn, koningin Prinses Wilhelmina, dan nam ze deze auto. En het is er eentje waar de dak vanaf kan, een cabriolet, dus ze was goed zichtbaar voor het publiek. Nou is die auto dus zeg maar decennia lang weg geweest. Hoe is die auto weer opgespoord? Hij is weer derdehands geworden. Dus na een paar jaar zei koningin Wilhelmina, nou ik wil een wat lichtere auto. Het is toch wel erg groot. Dus toen heeft ze een kleinere Mercedes gekocht, ook een cabriolet. En toen is hij gewoon in de handel geraakt. Hij is weer teruggegaan. De markt op zou je kunnen zeggen. En hij is uiteindelijk een paar jaar geleden opgespoord bij een Amerikaanse verzamelaar. Die wist dat hij van koningin Wilhelmina was. Ja, en dan een belletje naar het Loo. Dan is het gauw geregeld. In de stallen zijn niet alleen vervoersmiddelen te zien waarmee de koninklijke familie bij leven in verplaatste. Maar daartussen staat ook de witte imposante lijkwagen. We hebben een opstelling gemaakt waarvan wij dachten dat geeft een mooi gevarieerd overzicht van 200 jaar vorstelijk vervoer. Dus dat wil zeggen ook natuurlijk die hele bijzondere witte lijkkoets die de oudere Nederlanders, de oudere Apeldoorners nog wel kennen van 1962 toen koningin Wilhelmina haar uitvaart had in van Den Haag naar Delft. Die staat hier ook en daar kunnen mensen nu heel dichtbij komen. Zondag waren de stallen naar de herindeling voor het publiek geopend. Het was papadag en dus... Elke vader die aan kan tonen dat hij vader is, dus met zijn kind, die heeft gratis toegang. En dat leek ons wel een ludieke en gepaste actie. Veel en behoorlijke buien waren de oorzaak dat het kinderparadefestijn op het Oranjepark letterlijk in het water viel. Op zaterdag was het aanzienlijk drukker volgens de organisatie. Want hoe was het gisteren? Nou, gisteren hadden we een heel mooi spektakel. Daar hadden we Andy van der Meijden, die zelf ook meedeed. Iedereen was ook kletsnat geworden. Het was één groot pret. Het was wel iets kouder, maar goed, ze hadden geen regenjas aan. Nee, dat was in ieder geval bij het droger toen. Het was toen de hele dag in ieder geval droog en er was ook een hoop pret. Het was een trieste aanblik op het Oranjepark. Veel plassen, lege kraampjes en niemand die een broodje boven het vuur bakte. Alleen de snackwagen had ook door onze aanwezigheid iets te doen. Maar toen plots de zon ging schijnen, kwamen ineens overal mensen het park bezoeken. De poging om een record watergevecht te vestigen was nu eerder een grap dan serieus te noemen. Ja, ik kan me voorstellen dat je niet echt blij bent met hoe het vandaag gegaan is. Het was nat tot een uurtje of half vier. En nu is het pas helaas droog. Ja, dus die hele dag, de heleboel stands zijn hier al leeg. Maar wat denkt u nou van de recordpoging hier? Gaat het dan lukken? Nou, de recordpoging wordt wat lastig. We hadden het mooie weer besteld met zon en een graadje of 20, 25. En dan had het hierachter helemaal volgestaan met spelende kinderen die elkaar aan het nat spuiten waren. Maar helaas.
Ja, want hoeveel van de kinderen had je nodig? Ja, goed, er is nog geen officieel record, dus met kinderwatergevecht. Dus wat dat betreft ja, hebben we het op zich wel gehaald, maar we hadden het iets anders gezien. Ja, je zou het op zich nog kunnen indienen als record, maar dat ga je niet doen. Nee. We hadden ook niet echt de officiële recordtelling, maar vooral voor het leuk en het spetterpret. Eén troost, de laatste twee uren van de zondag waren droog. Volgend jaar is er waarschijnlijk weer een kinderparadefestival.